Hey kijkers van DDG, wat de hel? David die Modern Warfare speelt? Of is het Black Ops? Of is het Battlefield zelfs? Ik heb geen flauw idee. Ik weet niet wat dat is. Maar het is schijnbaar heel normaal dat je... Domination. Precies. Het is Afrika, Militia, The Village. Ik weet het weer. 49 kills. We gaan het zien. Het is heel normaal dat je schijnbaar praat tijdens een commentary bij Black Ops... Ik heb echt geen flauw idee welke game het is. Alleen ik zie dat iedereen het doet. En ik zie dat heel veel mensen het leuk vinden. Dus waarom niet? Bedankt Paul voor de gameplay. Want ik had natuurlijk gaan doen dat dit allemaal live is. En dat ik het allemaal zelf gedaan heb. Zoals sommige mensen doen. Maar dat doe ik niet. Ik geef gewoon heel eerlijk toe. Ik heb deze game nog nooit aangeraakt. Maar toch, het schijnt heel chill om te zijn om gewoon te praten. Waar je gameplay ziet van een game. Ik snap het niet. Maar ik ga niet denigrerend doen. Ik accepteer van jullie dat dit leuk is. Dus, we gaan het even hebben over een aantal dingen. Want dat is ook heel normaal schijnbaar. Dat je het compleet niet over de game hebt. Dat Paul hier 49 kills gaat maken aan het eind van de video. Maar dat je het gaat hebben over andere dingen die er compleet niet mee te maken hebben. Nou, ik denk dat ik dat ook wel kan. Dus laten wij het gaan hebben over... deze soort video's. Wat ik laatst zag. Ik weet niet eens meer van wie het was. Maar het was een YouTuber met. I don't know. 1500 abonnees of zo. En die had een gameplay. En ik heb eigenlijk de video gekeken. Ik heb geen flauw idee waar hij het over had. Ik heb niet eens geluisterd naar wat hij zei. Want het is allemaal. Jumbo, Lumbo. Community, bla bla bla. Ik snap grote YouTubers niet. Daar had hij het volgens mij over. Alleen dan denk ik, gast. Game hebben. Of zeg iets zinnigs. Want wat heb jij nou te melden in godsnaam over grote YouTubers? Je weet niet eens wat er speelt. Je weet niet eens hoe dat gaat. Je hebt nog nooit een video als meer dan 2.000-3.000 viewers gehad. Dus je hebt er eigenlijk nog geen enkel verstand van. En dat is het ook een beetje. Ik kan me voorstellen dat je zo'n gameplay als dit gaat gebruiken om het over de nieuwe Ghost te hebben. Dat is logisch. Dat is logisch. Alleen waarom moet je het hebben over andere YouTubers? Of over hoe een community zich gedraagt? Tijdens een game die jij gespeeld hebt. Ik snap het echt niet. Als jullie het snappen, laat het in de reactie achter. Als jullie die video's leuk vinden, gezeik, zeg maar. Dus negativiteit tijdens FPS of COD gameplay. Als jullie dat leuk vinden, laat het ook achter. Want schijnbaar is dat dan schijnbaar iets wat mensen toch leuk vinden. Maar ik snap het niet, dus misschien dat jullie het mij kunnen uitleggen. Ik zou het ook toch vinden. Trouwens, voor mij doet Paul het redelijk goed. Even tussendoor, hè. Even tussendoor. Ik zie hem namelijk mensen doodmaken en hij gaat zelf niet zo vaak dood. Dus voor mij is het wel goed. Wat ik ook begreep is dat dit een Xbox is. En als ik dit ooit zou spelen, dan zal het Ghost zijn waarschijnlijk. Dan stap ik waarschijnlijk in en dan wordt het op de PC. Ook daarin zie ik heel veel verdeeldheid. Dus mensen die het op de PlayStation spelen, op de Xbox spelen of op de PC. En... ze haten elkaar gewoon. Of haten, dat is overdreven. Maar ze vinden zeg maar dat mensen die op de PC spelen, die hebben een unfair advantage. Want als je een goede muis en een goede headset en een goede toetsenbord hebt, zeg maar. Dan ben je altijd beter dan mensen die met een standaard 10 euro muis spelen. En ik weet helemaal niet of dat waar is. Alleen dan zeggen ze dat de Xbox, dat het allemaal gelijk is. Want iedereen gebruikt hetzelfde. Ik vraag me dat af, want je hebt voor mij van die FPS-freaks onder andere. En je hebt volgens mij toch echt betere verbindingen bij sommige mensen dan anderen. En je hebt natuurlijk ook zoiets... je kan een goede muis hebben en goed zijn. Maar het aantal uren wat je erin zit is volgens mij ook heel erg belangrijk. En dat telt toch gewoon, jongens. Dat is toch bij Xbox ook. Als ik zie hoe snel mensen nieuwe games op de Xbox oppakken... dan hebben ze alle controls. Eigenlijk doe je 3 of 4 dingen tegelijk. Want je bent met je weet je, doe je dat met je middelvinger? Die achterste knop op een controller? Ik weet het niet. En dan 2 duimen erop. En ondertussen rammen ze ook nog op die gekleurde knopjes. 1. Respect daarvoor. Maar 2. Dat betekent dat elke game die uitkomt, dat je een stuk beter bent dan mensen die net een Xbox hebben. En is dat niet hetzelfde als dat iemand, zeg maar, net begonnen is met PC-gamen? En dus een standaard toetsenbord en muis heeft. En als je er echt beter in wordt en je gaat wat geld in steken in wat je leuk vindt. Dat je een muis koopt van 40, 50 euro en dat je een stuk beter bent. Dat is toch precies hetzelfde eigenlijk. De tijd die je erin steekt of het geld wat je erin steekt. Het is allebei een unfair advantage. En uiteindelijk hou ik gewoon niet van een negativiteit waarbij mensen zeggen. Hij is beter want hij heeft een betere muis. Of hij is beter want hij speelt dit non-stop no life. En daarom heeft hij hoge perks of levels en dat is niet te verslaan. Dit heb je in elke game. Probeer maar eens League of Legends te spelen.
Als je het 3-4 weken speelt, dan zul jij bijna nooit iemand kunnen verslaan die het een jaar speelt. Omdat hij betere runes heeft, omdat hij de map letterlijk uit zijn hoofd kent, omdat hij meerdere champions speelt, zodat hij jou kan counteren. Het is in heel erg veel verschillende games, is dat zo. En ik snap daarom gewoon niet... Weet je, deze video als titel moet gewoon ik snap het niet, moet het gewoon zijn. Want ik zeg heel vaak dat ik het niet snap. Trouwens, Paul gaat nog steeds goed, holy shit. Hij blijft mensen doodmaken, zonder dat hij doodgaat, al te vaak. Af en toe staat er dood. Maar voor mij is het echt een monsterscore. We gaan het straks even aan het eind van de video erover hebben. Dan ga ik analyseren wat Paul nou precies gedaan heeft. En ik zie ook dat ik nog op de helft ben. Dus we moeten toch een beetje een lijn in deze video gaan hebben. En dat is, willen jullie dat ik Battlefield 4 en Call of Duty Ghost ga spelen? Zo ja, wil je dan dat ik het live ga doen en over de game ga hebben? Of willen jullie dat ik het niet live ga doen, dus opnemen, en dat ik gewoon een onderwerp ga doen? Want nogmaals, het is niet voor niets dat Call of Duty kanalen zoals Paul 35.000 abonnees hebben. Het trekt mensen aan, zeg maar. En ik weet helemaal niet of ik een fijne stem heb om zeg maar iets te commentaten. Want meestal gaat het zo. The Village. 49 kills. Het ging goed. Alleen toen. Toen gingen de supports. Ze liepen niet met me mee. Dus ik moest het helemaal alleen doen. En dan komt er zo'n epische muziek achter en zo. Sorry, ik deed een klein beetje Paul na, maar je snapt het punt. Ze maken er echt een show van. Of het is gewoon regelrecht gezeik over iets. En dat iets, dat kan een andere YouTuber zijn. Dat iets, dat kan zijn over een overpowered wapen wat erin zit. Dat iets kan zijn over dat deze versie van Call of Duty kut is en de vorige alleen maar beter is. Ik weet het allemaal niet, maar jullie weten het wel, want jullie kijken naar deze video. En als je nu nog aan het kijken bent, dan ben je dus volgens mij sowieso geïnteresseerd in commentary. Eigenlijk, dat de mensen die nu nog kijken, die willen dit. Dat is gewoon zo. Of je vindt mijn mening interessant, dat kan ook nog. Oh, Paul gaat dood. Echt kut. Hey, Braadworstenleger, die ken ik. Met wie speelde die nog meer? Damn, ik kan de video niet stopzetten. Oké, dit is dus voor mij Afrika The Village. En dan heb je ook nog Domination. En je hebt ook nog Metro. Dat is weer een andere game. Volgens mij moet ik het echt gaan spelen voordat ik hier een commentary over doe. Want holy shit, voor mij krijg ik al haat van... Oh mijn god, je praat over dingen en je hebt het nog nooit gespeeld. Nou ja, dat idee, dat heb ik dus ook bij sommige kanalen die gaan zeiken over anderen. Terwijl ze, zeg maar, nooit contact met die mensen hebben gehad. Of 1000 abonnees hebben of iets dergelijks. Dan gaan ze praten over hun kanalen met 100.000 abonnees doen en dergelijke. Dat is precies hetzelfde als dat ik deze game nooit gespeeld heb. Jullie hebben de YouTube game dan nog nooit gespeeld. Of zijn net nieuw. En dat geeft niet. Maar dan moet je ranken. En dan moet je perks gaan halen. En dan moet je levels en zo gaan halen. Toch? Ik heb een blauw idee. We gaan met z'n allen nog even kijken hoe het afmaakt. Want we zitten redelijk aan het eind van de video. Ik zie dat die winning is. Nog maar net. 134 tegen 133. Super spannend. Hup, en dan schiet iemand dood. Gaat zelf ook dood. 135. Holy shit. Dat wordt nog spannend ook, jongens. En nu? Wat moet je nou doen? Als je aan het eind van de match... Zeg maar... Is er ook een timer? Of zo? Wanneer is zo'n game afgelopen eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Bij 200 kills? We zullen het zien. Maar wat moet je dan doen? Want nou staan ze dus achter. Moet je dan met z'n allen gaan rushen? Of moet je dan gaan campen en gaan snipen voor die extra kills? Of moet je vlaggen overnemen? Of is dat weer per map anders? Ik weet het niet. Ik moet zeggen dat ik het wel interessanter ben gaan vinden. Puur omdat ik nou deze game een beetje bekijk. En zo. Maar ik heb echt een flauw idee wat hij doet. Ik zie niet eens een Ik zie geen tegenstander. Ik weet niet waar hij net op schoot. Ik zie het niet. Ik had deze twee gasten die naar voren me lopen, had ik waarschijnlijk neergeschoten. Omdat ik ze zie bewegen. En als Call of Duty, Ghost of Black Ops... Of Battlefield 4, als dat zeg maar nog meer bewegende dingetjes gaat krijgen. Struiken en shit en zo. Of katten die rondrennen. Echt, veeg mij maar op. Want ik schiet op alles. Ik schiet gewoon echt op alles. Oké, okay, wacht. Huh? Er staat vet achter, man. Gaan ze dit wel winnen? Position secure. Nee, hij staat... Ze staan ziek achter, vriend. Ik weet niet of hij het wel gaat winnen, joh, dit. Let op. Hij gooit een granaat en die ontploft en geen kill. En ze staat... Nee, dat redden ze nooit. Tenzij iemand een of andere megabom erop gooit ofzo. Dan moet je kijken. 51 tegen 73. Dat redden ze niet. De game is bijna afgelopen. De video is bijna afgelopen. Het is echt... Het is done. Voor mij heeft Paul gewoon een game gedaan waar hij een goede score had.
maar waarbij het team gewoon zuigt. Dus braadworstenleger. Je zuigt... Grapje. Maar ja, het kan schijnbaar in deze game dus ook. Dat je een heel positieve score hebt. Maar dat je gewoon niet wint. Possible. 157, 185. Nee, dit redden ze niet. Oh, wat is dat? Betekent dat het afgelopen is? Huh? Waarom hoor ik geen geluid? Ik snap het niet. Ja, Wat? Ik... Voor geen meter. 191. Ja, ze moeten gewoon naar de 200 volgens mij. En daar zijn ze bijna. Wedden? Paul, laat je even doodgaan. Paul, ga even dood. Kom op. Vier is bijna afgelopen. Ga even dood, Paul. 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 Oh, die zag ik wel. Dat kan ik. Ja, precies. Bij 200 is afgelopen. Dus ik zie ook dat King heeft... Dat is best goed. 49 kills en 18 deaths. En Braadworstenleger is inderdaad de tweede. Alleen die anderen hebben helemaal geen betere score. Het is gewoon echt het team dus wat slecht is. Oké, einde van de gameplay. Bedankt Paul daarvoor. Dat is de King77NL, staat ook in de beschrijving. En ik heb weer wat geleerd. Ik voel me helemaal een baas. Mijn allereerste... Ik denk dat het Black Ops 2 was, gameplay. En ik heb hem mijn mening gegeven over iets wat niet bij de video hoort. Dus dat is ook helemaal precies zoals het hoort volgens mij. En dan moet ik alleen nog even vragen of jullie willen abonneren op Paul en op mij. Een like willen geven als je het leuk vond. En dus even je mening achterlaten of jij vaker commentaries wil zien van mij. En misschien dat ik dan zelfs een keer op ga schrijven waar ik het over ga hebben. Want dit was helemaal puur random. Dat had je ook wel door waarschijnlijk. En dan ga ik gewoon een onderwerp hebben met mooie sfeervolle beelden van mannen die elkaar doodschieten. Ik vond het leuk. Bedankt voor het kijken.